Het vertrouwen in de Nederlandse overheid is sterk gedaald. Dat geldt zowel voor opinievormers. Slechts 61% van de opinievormers geeft aan de overheid nog te vertrouwen, wat het laagste punt is in de afgelopen 7 jaar. Als voor de burger. De burger is dit jaar voor het eerst onderzocht en slechts 47% van alle Nederlanders geeft aan de overheid nog te vertrouwen. Op de vraag, gelooft u dat politici de waarheid spreekt, geeft zich slechts 54% een positief antwoord. Waar ligt dat aan? Op de volgende slide zie je duidelijk dat de verwachtingen van het publiek veel hoger zijn dan de prestaties van de overheid. De burger is er niet blij mee dat er niet goed naar ze geluisterd wordt en dat ze ook geen feedback kunnen geven. De burger vindt ook dat de overheid vaker en eerlijker moet communiceren. Ten slotte vindt de overheid dat de financiële huishouding van het land slecht gemanaged wordt. Als we kijken naar geloofwaardigheid van bronnen of geloofwaardigheid van woordvoerders, wordt dat beeld nog eens bevestigd. De overheidswoordvoerder of de overheidsvertegenwoordiger bungelt helemaal onderaan deze lijst. Bovenaan de lijst en sterk gestegen is de gewone man, a person like yourself. Wie ook enorm gestegen zijn, zijn de medewerkers van bedrijven.